Wendbaar werk is voor de SVB een pure noodzaak. De kern van onze opdracht is het vergroten van bestaanszekerheid en eigen regie van burgers. En dat vraagt van ons een combinatie van robuustheid en wendbaarheid. Wij moeten heel robuust zijn omdat we miljoenen en miljoenen burgers elk kwartaal of elke maand hun pensioen of hun kinderbijslag of een andere sociale voorziening uitbetalen. En daar mag niks tussen komen. Dat mag ook niet verstoord worden. Dus, robuustheid is belangrijk, maar moet hand in hand gaan met wendbaarheid. Omdat wij als organisatie regelmatig gevraagd worden om extra werk uit te voeren. Bijvoorbeeld, naar aanleiding van de coronacrisis hebben mensen tijdlang hun kinderen niet naar de kinderopvang kunnen brengen. En wij verstrekken nu de tegemoetkoming voor gemiste kinderopvang. Dat moeten wij dan als extra werk kunnen doen en op kunnen inspelen. Dat is op groot niveau. En op klein niveau uh, zien wij dat bijna niet één levenssituatie gelijk is tussen burgers. Dus elk, elke burgercasus voor ons is uniek en vraagt maatwerk. Ja, dat is voor ons ook nog een vraag waar we elke dag mee stoeien. Al een heel aantal jaren hebben, geleden hebben wij een aantal methodieken omarmd. die heel erg goed passen bij wendbaar werken. Dan moet je denken aan lean, agile, uh, design thinking. Uh, maar ook het werken conform de bedoeling en een zelforganisatie. En wat wij de afgelopen jaren wel hebben geleerd, is dat die methodieken adopteren is één ding. En het eerste wat je je eigen maakt, is de taal die bij die methodieken hoort. En de, ja, de werkvorm of de uiterlijke routines die erbij horen. Stand-ups, weekstarts, et cetera. Maar we hebben ook gezien dat, ondanks dat we dat wel goed in de vingers kregen, de realisatiekracht niet altijd toenam. En dat is echt een veranderkundige puzzel geweest. Want wij willen graag dat mensen initiatief nemen om het werk steeds te verbeteren. En um, om steeds te agenderen als werk voor een burger niet past. Uh, en we hebben daarin twee dingen heel nadrukkelijk geleerd die we proberen toe te passen: dat is één, het belang van congruent organiseren. Dus alle kleine dingen van elke dag uh, nodigen je uit tot het vertonen van bepaald gedrag. En in die kleine dingen moet je steeds gaan kijken van, maar nodig ik daar nu uit tot wendbaar werken? Het tweede wat wij hebben geleerd is dat je mensen enthousiast kunt maken voor wendbaar uh, werken, maar dat het, um, dat het een te grote verwachting is om te denken dat mensen vanuit hun verwachtingen, of hun enthousiasme bedoel ik, uh, dat zij organisatiepatronen weten te doorbreken die groter zijn dan hun eigen invloedcirkel. En dat betekent veranderkundig dat je wel mensen moet enthousiasmeren, maar dat jij als organisatie met name moet focussen op wat belemmert mensen nu om te verbeteren of om die innovatie te maken. En eigenlijk heel gedisciplineerd die belemmeringen wegnemen. En soms kan dat heel praktisch van aard zijn. Als wij hebben gewoon geen informatie over de resultaten waar wij voor verantwoordelijk zijn. Of uh, wij weten eigenlijk niet goed wat die doelen nou betekenen voor ons. Zo uh, praktisch is het vaak ook. Ja, gedrag is echt iets heel complex om te veranderen. Hè? Vaak wordt gedacht dat je mensen van allerlei nieuwe dingen moet bijbrengen. Onze overtuiging is dat mensen over een heel breed uh, gedragspalet al uh, beschikken. Maar dat, je, dat zij daar een deel van laten zien in de context van het werk. En dat de sleutel vaak gedacht wordt dat die ligt bij um, het opleiden of het enthousiasmeren van mensen. Maar dat de echte sleutel tot dat gedrag uh, ligt in de context van de organisatie. En dat is um, in zekere zin de harde kant die je probeert te veranderen. Om vervolgens aan de zachte kant een effect te bereiken. Dus om een heel concreet voorbeeld te noemen. Um, wij zijn uh, anderhalf jaar geleden overgestapt van individuele werkvoorraden naar teamvoorraden. Dat is een interventie geweest die eigenlijk afdwong dat je samen moest werken. Uh, dat je het gesprek met elkaar aan moest gaan over hoe definiëren wij nou goed werk? En uh, wat uh, lever ik nou af, wat jij weer oppakt en waar jij mee door kunt gaan? Dus dat is. Dat is heel concreet, in zekere zin een harde interventie, omdat je op een werkmethodiek ingrijpt met een, een, een aan de zachte kant effect op teamwerk. Ja, ik, ik ben heel trots dat ik samen mag werken met uh, uh, zoveel collega's die een enorm hart voor onze klanten hebben. En dat zien wij, dat, hij, dat de mensen in de uitvoering, ja, die spreken elke dag wel een aantal klanten. Uh, gewoon mensen uh, zoals uh, hè, onze familie en onze buren die ook problematiek hebben van het leven en waar uh, onze collega's graag veel voor willen betekenen. En wendbaar werken stelt hen in staat om uh, vanuit de reflectie, vanuit een gesprek met een klant bijvoorbeeld, een verbeteridee verder te brengen en daar ook zelf aan bij te dragen. En dat is eigenlijk niet zo motiverend dan uh, wanneer je ook merkt dat je eigen verbeterideeën ook tot wasdom komen. Ja, dat vind ik best een lastige vraag. Uh, want je vraagt naar oud en nieuw. En uh, voor ons gevoel uh, hebben wij niet een soort omslag gemaakt en, en kan ik nog goed oud en nu is het nieuw beschrijven. Want het werken aan wendbaar werken is een heel incrementeel proces. Waarbij je wel weet waar je naartoe wil als organisatie. En je neemt daar stappen in die richting. En tegen de tijd dat je, dat je doel in zicht komt. Weet je ook weer zoveel meer van de potentie van de organisatie en wat je nog meer voor de maatschappij zou kunnen betekenen, dat je die lat eigenlijk alweer verlegt? En daarmee is het meer een levensreis van de organisatie om steeds wendbaarder te worden, dan dat het een cultuurverandering met een vroegere en nu is.